Ik heb net een vrouw in elkaar geslagen. En daar ben ik zo trots op. Dit filmpje is bedoeld voor entertainmentdoeleinden. Alles wat ik hier zeg en uitspreek is op basis van eigen onderzoek, mijn eigen mening. En je zal zelf nog even de feiten moeten checken om iets wijzer te worden dan dat je natuurlijk al bent. En natuurlijk niet. Ik ga natuurlijk geen vrouwen slaan. Want ik weet wel dat dat niet oké is en niet normaal is. Sterker nog, we waarschuwen en we posten de laatste dagen vooral veel over de Olympische Spelen. Moet jullie allemaal zijn opgevallen, toch? Ik ga even met jullie samen een filmpje kijken. En dan ga ik er nog even iets over vertellen. Want we snappen allemaal dat dit niet oké is, toch? Kijk, het verschil in spierweefsel bij mannen en vrouwen is daarin al belangrijk om eens even over na te denken. Mannen hebben 40 tot 45% spierweefsel en vrouwen 25 tot 35%. Dan hebben mannen nog een dingetje wat in het voordeel van een man werkt. Testosteron. Dat zorgt er namelijk voor dat de opbouw van je spieren tijdens krachttraining en met krachttraining sneller gaat, dat je meer spierkracht kan ontwikkelen. Wat ook betekent, heel eerlijk gezegd, dat als je een pakje boter pakt, dat een man hem waarschijnlijk helemaal een puin slaat en een vrouw er net een deuk in slaat. Dus is het normaal dat mannen en vrouwen tegenover elkaar in de ring gaan staan, dat je dan trots bent, als man, dat je een vrouw in elkaar hebt geslagen en dat wij het met z'n allen normaal maken dat dit gebeurt. Het is gewoon een vraag. Misschien moet je er eens over nadenken. Misschien moet je er eens over nadenken dat al die LGBT+, al die alfabetdingen en alles wat daarbij hoort, dat ze daar eens echt iets aan moeten gaan doen. Ik snap überhaupt niet dat die vrouw daar in de ring gaat staan. Ik snap niet dat het NRC-NSF hiermee akkoord gaat. Ik snap niet dat ze tegen hun eigen richtlijnen ingaan. Dit zou voor jou moeten betekenen dat je snapt dat er iets niet goed gaat in deze wereld. Toch? En je hoeft het natuurlijk niet met mij eens te zijn en je mag allemaal negatieve dingen hier tegen me gaan zeggen. Dat vind ik logisch, want dat gaat toch gebeuren. Want er zijn mensen die daarop kicken. Die vinden het leuk om overal tegen in te gaan. Maar je moet je even voorstellen dat als het jouw dochter is die haar hele leven lang keihard heeft getraind om het podium te krijgen op een Olympische Spelen. En die moet ineens tegen een man en die man die slaat haar alle hoeken in. Vertel mij nou eens wat jij ervan vindt. Ik ben gewoon benieuwd. Zeg het maar in de comments. En wil je nou wel met echte mensen leren praten en omgaan? Kom dan even naar de Silent Warriors. Misschien helpen we je daar aan een beter, normaal denkvermogen. Zodat je ook snapt wat wij bedoelen en hoe de wereld eigenlijk in elkaar hoort te zitten. Want meedoen aan deze ideologie maakt onze wereld stuk. Maar vooral die van jouw kinderen.